competitie, dames en heren, die gesponsord is door de Stichting Behoud Drafsport. Sioletta D heeft die competitie gewonnen. Alle grasbaan besturen erbij, dames en heren, want de eenheid is groot onder de grasbanen. En dat is mooi, dat zie je in deze sport wel eens anders. En daar komt Bas Schemas aan, dames en heren. Een envelop met inhoud. En Bas is er blij mee, Bas. Sioletta D, een uniek paard. En we hadden hem graag vandaag zien lopen, maar je hebt bewust gezegd dat doen we niet. Nee, ik zit 2 dagen voor Lekel tegen Hans Disseldorp. Ik zeg, als je wint op Lekel, dan houden we mooi op. Het is een super afscheid, al die gewonnen. En vandaag geklopt te worden, daar zou ik zo misselijk van zijn. Merrie heeft zo goed gedaan, altijd makkelijk gewonnen op Gruis. We zouden toch al stoppen aan het eind van het jaar en die ene rit maakt er niet meer uit. Nee, de competitie was binnen. Vertel eens even, waarom was dit paard zo bijzonder? Wat maakte hem zo bijzonder? Wat is hij geworden? Nou, het is een bijzonder paard, dus enorm goede karakter, enorme inzet. Dat zie je thuis in de training niet vanaf, maar in de koers. Je hebt de hele weg niks in handen, tot hij laatste ronde ingaat en dan begint hij. Dus ja, extreem, extreem goed karakter. Dan zou ik zeggen, daar ga je mee fokken, maar dat waren jullie nog van plan, hè? Ja, ja, ja. Hij komt onder een tophengst. Hij komt volgens jou onder een musselmes. En dat is ook een hengst die een enorm goed karakter vererft. En veel wit aan de benen, dus ik krijg een heel mooi exemplaar. En je hoopt op een vos, denk ik? Ja, dat maakt me niet uit. Als er nog veel wit aan zit, hoor. Het spectaculair gezicht. Dames en heren, een applaus voor Bas Schemas. En natuurlijk ook voor Sioletta D, de grasbaankampioen van 2015. En hij gaat de ereronde rijden, dames en heren. Geef een applaus. Dennis Minema met Sioletta D, de beste draver op gras. En hard klappen mag, want dat is het laatste applaus dat Sioletta D op de koersbaan zal horen. Sioletta D, zomaar, helemaal alleen, Sioletta D.